Zijn partij werd PVV Light genoemd, maar sprak de Arabische mensen in het Arabisch aan. Voor Heerlen doet hij een hele hoop. Cultuur, film en een hele hoop om het imago van Heerlen beter te krijgen. Sigaren, films, mooie auto's en lekkere dames zijn voor hem weggelegd. En het liefst gecombineerd met elkaar. Dames en heren, hier is niemand minder dan fractievoorzitter van Trots. Hier is Christian Peterman. Hij was bakker en nu is hij paparotti. Hij zingde vanaf zijn zevende levensjaar en in alle kerken vertoonde hij het Ave Maria. In 2011 kreeg hij een album Sognare in samenwerking met Guido's Orchestra de titel Gouden Album. Dames en heren, mag ik aan tafel uitnodigen? Niemand minder dan de winnaar van Hollands Got Talent 2010, Martin Hurkens! Dames en heren, vanaf de zomer van 2005 is deze band achter mij uitgegroeid tot de beste, meest spraakmakende bands pop-rock-coverband in Limburg. Ze staan in de landelijke finale van de Dutch Battle of Coverbands 2012. Ze speelden op grote festivals, waaronder Bekkerveld, Wieleronde Heerlen en Landgraaf en 013 Venlo. Ze laten elk feest tot op de grondvesten schudden. Hier is niemand minder dan de band Noise! Yeah. One, two, three, four. Saturday night, the same old boring feast you know all your life. The fingers on the left, the 40s on the right. Now come on, come on, come on, come on. You left me smoking on the balcony, like everything is alright. You left me smoking on the balcony, like everything is alright. Dude, I'm singing for his heart. You're trying to get at me, holding themselves for not a single day. Sophisticated friends who play in rock and roll bands. Now come on, come on, come on, come on. Smoking alone and on the balcony, like everything is alright. You left me smoking on the balcony, like everything is alright. Don't know what we're running for. We don't know what we're running for. Give me some guitar. There's nothing left to do on a Saturday night. The same old boring beats you know all your life. The fingers on the left, the 40s on the right. Now come on, come on, come on, come on, come on, come on. You left me smoking on the balcony, like everything is alright. You left me smoking on the balcony, like everything is alright. 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 Come on. Say what? Martin Hurkens, ik wil graag met jou naar de versnelde ronde. Brood bakken of Italiaanse tekst leren? Italiaanse tekst leren. Martin vindt zichzelf de beste zanger van Limburg.
Nee. Marco Bakker of Andrea Bocelli? Andrea Bocelli. Martin vindt dat hij veel eerder had kunnen doorbreken. Had je kunnen. Office pakket of een pen? Toch een office pakket. Martin snapt helemaal niks van de hype over zijn stem. Nee. Overvolle agenda met optredens of 1 week vakantie met vrouw en kinderen? 1 week vakantie met vrouw en kinderen. Martin vindt de vergelijking met Paul Potts een belediging. Nee, absoluut niet. Chocolade of bakkersroom? Bakkersroom. Martin vindt dat in Nederland te weinig wordt gedaan met opera. Ja. Paparotti of Pavarotti? Paparotti. Dames en heren, Martin Hurkens. Ik kom dadelijk op jouw vragen terug. Okay. En eerst gaan we even naar Christian Peterman. Welkom. Ja. Ja, jullie ook welkom, jongens. Leuk dat je hier bent, helemaal vanuit Heerlen. Dus een aardig ritje. It's a long way, hè? Yeah? Yeah. It's a long way. ja, trots bestaat niet meer. Het is afgelopen, helaas. Wat is er misgegaan? Wat had Rita anders moeten doen? Ik denk dat het bij Rita fout is gegaan. Sowieso dat zij werd omringd door de verkeerde mensen. Kijk, een goede ministersvrouw maakt nog geen goede partijleider. Maar het zijn met name de mensen om haar heen die het hele feestje flink hebben verknald. En ook op een gegeven moment met politieke campagnes kwamen met van die maffe Bassie en Adriaan-achtige filmpjes van het water staat ons aan de lippen. Dat was echt, laat ik zeggen, het toppunt van slechte politieke campagnes. En dat heeft haar ook, laat ik zeggen, haar kop gekost. Dat heeft er echt gewoon... Ja, dat was het exit. En wat doet Rita Verdonk dan nu tegenwoordig nog? Volgens mij heeft zij het bedrijfje Rita Verdonk BV en heeft zij iets met de beveiliging. Oké. Okay. Ja. Oké. Okay. Ja. PVV Light. Waarom werd de partij PVV Light genoemd? Nou, dat was denk ik ook wel. Het had te maken met de imago van Rita. Die gewoon, ja, als de ijzeren, de Iron Lady werd gezien. Van haar sterke, stugge aanpak met, op het asielbeleid. En dat imago heeft ze. Maar heel veel mensen weten bijvoorbeeld niet dat zij wel heel erg veel gebruik heeft gemaakt van de bijzondere regeling die je als minister hebt, wat Geert Leers nu eigenlijk niet doet, is zij eigenlijk, laat ik zeggen, door dat imago heeft ze, en natuurlijk dat zij ook, net als Geert Wilders, afkomstig is uit de VVD, heeft ze dat inderdaad wel gekregen. Maar dan inderdaad de light versie van, iedereen die mee wil doen, is gewoon welkom. En ze heeft nooit, laat ik zeggen, het bruine randje gekregen wat de PVV nu echt, bruine randje? Ja, het voortdurend besje inderdaad op bepaalde bevolkingsgroepen. En nu vorige week de Polen, dat ze daar weer een site voor hebben geopend. En natuurlijk voortdurend alleen maar in het nieuws komen met de islam. Hè, er zijn natuurlijk... Maar hun hebben nog een politieke partij, trots niet meer. Zij zijn geen politieke partij. Want je kunt er geen lid van worden, Patrick. Oké, okay. Je kunt dus geen lid worden van PVV? Nee. Dus, maar je kunt er wel op stemmen. Je kunt erop stemmen. Op trots, ja. Niet meer. Nee. Vind je het jammer? Nee. Ik vind het prima dat het zo is gegaan. Dat ze nu, laat ik zeggen, dat het verhaaltje afgelopen is. En dat het tijd wordt voor wat nieuws. Oké. U sprak als enige in de gemeenteraad de Arabische mensen toe. In hun eigen taal, in het Arabisch. Mm. Waarom? Nou, het was een integratiedebat in Heerlen. Waar ik in eerste instantie niet voor uitgenodigd was. Juist vanwege het feit dat daar inderdaad, laat ik zeggen, een PVV-sfeertje omheen hing. Ik ben daar gewoon toch naartoe gegaan, want ik spreek een redelijk woordje Arabisch. En die avond was gewoon, laat ik zeggen, bevolkt met Somaliërs, Irakezen, een enkele Syriër. En ik werd gelijk inderdaad, laat ik zeggen, een SP'er. Die zag me aankomen en die probeerde me op de korrel te nemen met een aantal stevige vragen, want ik mocht wel toe in het publiek gaan zitten. Waarop ik op een gegeven moment de mensen, laat ik zeggen, in onvertogen Arabisch heb toegesproken. En heb gezegd van, luister jongens, wat mij betreft is iedereen hier welkom die gewoon mee wil doen. En dat was... Welkom in Nederland, bedoel je dan? Ja. En het gaf zo'n verrassende wending dat het uiteindelijk zo was dat ik met de Somaliërs en Irakees op de foto ging. En zelfs inderdaad een Somaliër zich aansloot bij het gegeven. Okay, ja, dat is een Somalië die nog beter Nederlands, beter Heerlands dialect spreekt dan ik zelf. Ja. Dus dat was leuk. Dat is nog eens integratie, zou ik zeggen. Ja, absoluut, dat is, absoluut. Is wel heel goed. Absoluut. Zijn er raakvlakken tussen Trots en PVV geweest? Want we moeten over geweest natuurlijk spreken, want Trots is... Ja, niet echt raakvlakken als je nu naar het beleid kijkt van de PVV.
kun je zeggen dat het op hele fronten teleurstellend is. Als je kijkt naar de AOW, hoe Wilders daar snel terug is gekomen op zijn punten. Hij heeft nu een paar van die kleine puntjes heeft hij binnengehaald. Maar als je naar de partijprogramma's louter naast elkaar zou houden, niet. Helemaal niet. Niet. Alleen gewoon het imago dat Rita in eerste instantie had. Geert, allebei afkomstig van de VVD. Rechtstintje. Dat zou je louter kunnen zien als zijnde van, dat hadden ze misschien gemeenschappelijk. Als we over gemeente Heerlen nou even praten. MC Bigger heeft ooit, ik weet niet of je MC Bigger kent. Natuurlijk maar, ken ik MC Bigger. Ja, dat, wie kent hem niet, hè? Heeft ooit de opmerking gemaakt, Heerlen is de gevaarlijkste stad van Nederland. Ja. Ja. Dat zei je om een jongen te troosten, hè? Ja, die het een beetje benauwd krijgen in de serie, hè? Want er werd voortdurend iemand neergepopt, zoals hij dat zei. En ik vond het wel leuk dat ik dat zag. Heb het gelijk ook naar de burgemeester gestuurd. Ik zeg, Paul, kijk nou eens. Jullie zijn nu de hele tijd de bres op de veiligheid in de stad zelf. Ik denk, ik zou toch maar eens even, deze meneer heeft er toch bepaalde twijfels over. Ik zou toch eens even contact met hem opnemen. En MC Bigger dacht in eerste instantie, toen ik hem dat meldde, dat dat een grapje was. Maar dat was geen grapje. Dus als het goed is, hebben beide ook contact gehad. En zou Paul, zou burgemeester De Pla ook eens met hem door de wijk gaan lopen. Om te kijken, ja joh, wat is dat dan waar je het over hebt? Dus dat valt allemaal wel mee. Maar is dat gebeurd? Zijn ze samen door de wijk gaan lopen? Volgens mij wel. Tenminste, ik heb er nog geen terugkoppeling op gehad, maar dat zou wel het geval moeten zijn. Ja, is er een terugkrabbeling gekomen van MC Bigger die zich nog heeft verontschuldigd ergens? Of nee, jullie, of nee, ja, zoals ik zeg, ik zou het moeten terugkoppelen. Oké. Ja, dan moeten we hem eens even vragen. Oké. Ja. Nou, dat gaan we zeker doen. Absoluut. Ja. Hij is hier in het programma geweest. Dus. I know. Toen hebben we hem dat ook voorgelegd dat hij zich inderdaad bij de burgemeester van Heel even moest melden. Ja, klopt, precies. We zouden graag willen weten of daar nog opvolging is geweest. Ja. Christian Peterman zet zich heel erg in voor cultuur in Heelen. Uh-huh. Wat is daar de reden van? Wat gebeurt er al met cultuur? Nou, laat ik zeggen, bepaalde culturele vlakken die ook weer in verband staan met economische vlakken. Zoals bijvoorbeeld de Bollywood-delegaties die we in Heel hebben gehad. Die kwamen spotten om te kijken dat ze hier een aantal Europese producties gaan opnemen. Het Europese Bollywood Festival, wat 9 jaar in Den Haag heeft gezeten en eigenlijk graag aan vernieuwing toe is en hier richting Heerlen en omstreken zou willen komen. Wat krijg je dan? 10.000 tot 12.000 Indiërs uit Europa en India zelf, die laat ik zeggen, de hotels en de horeca hier vullen. De Royal eens lekker laten volstromen. En met zich mee in een kielzog ook wat Indiase bedrijven om de kruisbestuiving tussen Mumbai en Heerlen omstreken verder te stimuleren. Want ja, de eerste delegatie heeft ervoor toegeleid dat 2 bedrijven uit Kerkrade ook daadwerkelijk al zaken zijn gaan doen in Mumbai met het ontwikkelen van de Tune van Nokia. En daar heb je tussen gezeten? Daar heb ik in geschakeld, inderdaad. Okay. Ik heb deze mensen bij elkaar gebracht middels een treffen in het Grand Hotel. Daarna zijn ze allemaal met een lekker flesje Frombergen teruggestuurd naar Schiphol. Dat heeft daadwerkelijk resultaat opgeleverd. Want laat ik zeggen, ze zijn ook in Amsterdam en Rotterdam geweest, maar zijn dan niet zo ontvangen zoals ze bij ons zijn ontvangen. En hier gingen ze met het beste gevoel weg. Wat ook resulteerde laatst bij Cine Sud, het cineastencollectief, dat de Indiase actrice Sharon Thomas hier ook weer een woordje kwam richten en ook hier graag een productie wil gaan opnemen. En daar liggen wel kansen voor heel aan deze omgeving om dus inderdaad meer te schakelen met China, Brazilië, India en natuurlijk ook het Midden-Oosten. Om te zorgen dat we aan de gang blijven. Het mijnwaterproject, want daar wil ik absoluut wel even met je over spreken. Ik heb je toevallig bij de VARA gezien. Ja, kan niet waar zijn. Het kan niet waar zijn. Ja. Wat was er allemaal aan de hand? 19 miljoen? Nee, 14,5 miljoen. 14,5 miljoen. Die over de balk is gesmeten. Maar waar gaat dat dan weg? Wat is er misgegaan? Nou, wat er mis is gegaan is dat de gemeente, laat ik zeggen, eigen ondernemertje ging spelen met gemeenschapsgeld en een hele risicovolle onderneming heeft opgezet met mijnwater. En de crux van het verhaal is dat het de temperatuur van het water niet hoog genoeg is en er te weinig afnemers zijn in deze regio om dat mijnwater te kunnen gebruiken. En dat kwam bij Astrid Joosten in de VARA naar voren, waarbij we ook een loodgieter gewoon onvertogen zijn woord lieten gaan. Maar desondanks het huidige college onder leiding van mevrouw De Wit, een SP-dame nota bene, toch stug blijven doorgaan om er maar geld in te blijven pompen. Terwijl nu eigenlijk al vaststaat dat het dat helaas niet gaat worden. Met gewoon een simpele streep onder de som. Het water is qua temperatuur te laag en er zijn te weinig afnemers. Hoeveel afnemers zijn er na hoeveel jaar? Na 6 jaar is er nu 1
concrete afnemer. En ze zouden er tussen de 10 en de 15 moeten hebben. Mm-hmm. En nu komt ze inderdaad met de praat, de prietpraat, dat het in 2014, in januari 2014, rendabel gaat zijn. Dus een x-aantal afnemers komen. Okay. Maar het gaat het niet worden. Helaas. Dat domage. Het gaat nooit lukken. Nee, ze kunnen, ik heb inderdaad ook gezegd, ze kunnen beter, als ze over duurzame energie bezig zijn, kunnen ze beter gaan kijken naar warmtepompen. Of bijvoorbeeld de Lange Jan en de Lange Lies laten terugkeren in de Heerlandse skyline, voorzien van zonnepanelen. Mm-hmm. En zo de stroom trekken, dan onder de grond blijven doorpompen. Want er moet ook nog steeds worden onderzocht of het mijnwater iets te maken heeft met de instorting van het Loon. Okay. Dat is nog niet helemaal, aangetoond dat, laat ik zeggen, het mijnwater volledig buiten schot blijft. Want de mijngangen die vullen zich wel met water. Er zijn al bij APG, bij de boringen, is er al een sinkhole geconstateerd een paar jaar terug. Dus het een zou ook wel eens met elkaar in verband kunnen staan. Want ja, er zit nog heel veel onder de Heerlandse grond. Wat zijn de toekomstplannen voor Trots? Trots is Trots af. Maar wij zijn inderdaad nu achter de schermen bezig. Van Vaals tot Venlo in ieder geval. Met het oprichten van een nieuwe beweging die per 1 mei het levenslicht zal zien. Oké. Okay. Martin Hurkens en Christian Peterman. Ja. Wat hebben die samen? Ja. Dat is de vraag. Nou, ik denk... Moet ik het zeggen? Of? Nou, dat mag jij vertellen. Ja. Wie als eerste reageert? Ja. Nou. Dat is een kans geven. Nou. Martin zag ik het eerst natuurlijk bij het programma Hollands Got Talent. En het werd natuurlijk goed gevolgd door de krant. En toen zag ik op een gegeven moment zijn levensverhaal in de krant. En toen was hij, volgens mij zat hij in de kwartfinale. En ik zei tegen mijn vriendin van... Goh, we hebben... Op het prevenement, waar Heerlandse raadsleden eigenlijk niet mogen komen. Nee, dat klopt niet. Hebben we een borrel van Topshops Exclusive, waar ik voor werk. En we hadden Guido en Wendy van Guido's Orchestra hier uit Heerlen. Hadden we daar te gast. En ik dacht van, weet je wat? Ik ga deze man gewoon eens opzoeken. Eens kijken of ik hem kan vinden. En ik nodig hem gewoon uit. Pourquoi pas. Nou, wezen googelen. Kwam ik bij het Oranje Comité, Oranje Koor, in Schinveld uit. Mailtje gestuurd naar secretaris. Goh... Geachte secretaris, ik zou graag de heer Hurkens willen uitnodigen om op die borrel te komen van de Bloega borrel op het prevenement. En dan dacht ik van, ja goed, niet geschoten is altijd mis, wellicht hoor ik wat. En 2 dagen later, toen kwam er dus een reactie van, ja, van Martin zelf. Ja, lijkt me leuk om erbij te zijn. Ja, hoe en wat, hoe laat, en dat. En Guido en Wendy waren er al. En Wendy had al, was ik mee bekend met de vrouwelijke Nessun Dorma-vertolking. Mm. Ja, die van Martin die is al onbekend. En toen dacht ik ook al bij mezelf van... wat zou het mooi zijn als die drie nou eens een keer iets samen zouden gaan doen. Nou, ze waren er sowieso al. Met Martin op een gegeven moment een gesprek gekomen. En Martin kende Guido en Wendy al van zien, maar niet persoonlijk. En toen heb ik ze in ieder geval aan elkaar voorgesteld. Okay. Nou, dat was gezellig, zag ik. En er is een cd uitgekomen. Uiteindelijk, ja. 2 of 3 maanden later, toen belde Martin van... Goh, ja, ik wil je bedanken. We hebben de cd samen opgenomen. De cd is uitgekomen, goud geworden. We hebben een presentatie gedaan in het Amstel Hotel. We willen ook nog een Limburgse presentatie doen. En dan zou ik jou en burgemeester Klermans van Onderbanken... ook graag een cd'tje willen geven. Oké. Okay. En zo is het gekomen, ja. Meneer Hurkens, hoe is het nou om een bekende Nederlander te zijn? Ik zeg, volgens mij ben ik nog steeds dezelfde. Alleen de mensen om je heen die veranderen. Oké. Okay. Maar dat is niet erg. Ik vind het ook hartstikke leuk om mee te maken. Hoor. Alles wat ik op dit moment meemaak. Oké. Okay, De band, wat vond je ervan? Ik vond ze super. Zullen we naar het tweede nummer gaan? Ja, is geen probleem. Lijkt me geweldig. Ja. Kondig ze maar aan. Nou, mag ik ze weer aankondigen? Ja, jij altijd. Nou, je wordt bedankt. Ja, hé. Hey, zo'n feestje vandaag. Dan ben je weer mijn feestje. Zo'n feestje. Ik blijf allemaal mijn feestje. Dames en heren, de geweldige band Noise met het tweede nummer. That it doesn't work out. Did I really ask too much of you, baby?
to the one to blame. And I feel so naive when you say that our love to you is just a game. Het is een lekkere band, hè, Christian? Ik vind het toppertjes. Toppertjes? Ik hoop het inderdaad dit jaar zeker nog ergens te zien. Bijvoorbeeld bij Park City Live. Park City Live, ja. Dat zou een heel leuk... maar kunnen we ze dadelijk nog even vragen. Martin, wat is er allemaal veranderd sinds het winnen van Holland's Got Talent 2010? Ja, mijn hele leven eigenlijk is veranderd. Ja? Ja, toch wel. Alles? Voorstellen, ja. Van de een op ander moment... ben je professioneel zanger en dan moet je in Nederland door, en mag je in Nederland door, moet ik zeggen. Dan moet je een auto kopen. Sindsdien rijd ik een nieuwe auto.
En een mooie sponsor. Gesponsord ook? Ook nog. Is die gesponsord, de auto? Ja, ja. En daar rijd ik dus Nederland mee door. En dat is geweldig om mee te maken. Benzine wordt ook gesponsord, want die is duur tegenwoordig. Nee, dat helaas nog niet. Ah, dat is allemaal, de rest ja, allemaal zonde, wel. Hè? De rest allemaal wel. Maar het is gewoon geweldig om mee te maken. Overal waar je komt, blije mensen. Die, ja, ik neem aan dat u toch voor veel dingen wordt uitgenodigd, toch? Vorig jaar, dus eigenlijk vanaf mijn winnen, 10 september 2010 tot eind van het jaar 2011, heb ik 350 optredens gehad. Niet alleen maar zingen, maar met alles. PR, noem maar op. 350 keer moeten aantreden. Dat is gewoon gigantisch. Maar als ik dan kijk naar uw leeftijd, ik bedoel, van het ene op het andere moment van bakker naar 350 keer per jaar op het podium staan, dat moet toch ook wel wat... Ja, maar goed, het is een keuze. Als je een keuze kunt maken uit werkeloos zijn of je mag dit doen, nou, dan heb ik dus de keuze heel snel gemaakt. Oké, want u was zich er niet op het moment toen u ontslagen werd bij de bakkerij. Hoe ja, is dat eigenlijk? Ja, het was een reorganisatie binnen het bedrijf. En ik wist wel dat achteraf alles geregeld was, hè, met mijn WW en lijfrente en noem maar op. Maar het moment dat je niet meer nodig bent, dat valt tegen, hoor. Doet dat pijn? Ja, dat doet pijn. En hoe lang heb je thuis gezeten voordat u naar Hollands Got Talent ging? 2 jaar. 2 jaar thuis gezeten, wel gesolliciteerd, maar... Ja, natuurlijk. Je moet solliciteren, ja. En gewoon als bakker weer gesolliciteerd? Of alles wat u krijgen kon? Ja, overal moet je op solliciteren. Anders dan, dan krijg je geen uitkering, hè. Dat is waar. Maar ja, dan nog. Ja. Het is Als je op leeftijd. Ja, je weet gewoon dat het geen zin heeft. Maar omdat u zo vaak onderweg bent en heel vaak optredens heeft, PR zoals u net zelf zegt, heeft u dan nog wel tijd voor familie en vrienden en dat te onderhouden? Het speelt zich toch allemaal af rond het weekend. Oké. En dat is vaak 2 keer op een dag of zo, maar door de week, vanaf maandag tot en met donderdag of zo, is het... Tijd voor nieuwe nummers in te studeren, wat je net al zei, Italiaanse tekst van buiten leren. Spreekt u Italiaans? Noem maar op. Nee, ik spreek geen Italiaans. Maar ik vind dat vragen een heleboel mensen zich af. Ja, dat klopt. Vragen een heleboel mensen zich af of u ook Italiaans spreekt, ja. Maar dus niet. Nee, vele Italianen die melden zich ook vaker als ik gezongen heb, dat ik perfect uitspreek en zo. En dat vind ik natuurlijk wel een compliment. En als ik er tijd voor krijg, wil ik altijd nog eens een keer... het gaan proberen. Maar u weet wel wat u zingt dan? Ik weet wel wat ik zing, ja. Laat u vertalen? Ik laat het vertalen. Of ja, tegenwoordig met Google, dan kun je natuurlijk een hele hoop opzoeken. Oké. Maar ik heb wat kennis inderdaad in de Italiaanse leraren die wat ook mij willen bijstaan hierin, ja. U kiest bij de versnelde ronde meteen automatisch voor op vakantie met vrouw en kinderen. Vind ik heel mooi. Ja, dat is erbij ingeschoten natuurlijk, hè, afgelopen jaar. We hebben het dit jaar kunnen... Hadden we willen combineren met optreden in Turkije en mijn familie erbij. En dat is helaas niet gelukt. Maar het is. Maar ik moet zeggen dat we toch wel de momentjes zoeken om met de familie ertussenuit kunnen te gaan. Ja. Ik vroeg naar dan nu. U vindt zichzelf de beste zanger van Limburg. U zegt van niet. Maar wie is dan nog uw voorbeeld? Hebt u nog een voorbeeld waarvan u zegt van zo, dat is iemand. Daar kijk ik nog wel tegenop. Ja, absoluut. Absoluut. Ik heb een heel groot zwak voor John Brugler. Een klassiek zanger. Is inmiddels gestopt met grote optredens. Maar die man heeft alles gedaan op het klassiek gebied. En onderkend eigenlijk in Nederland. Zeker in Nederland. In Wenen is hij gewoon een ster. En in Nederland kent men hem niet eens. Maar het is een man die muziek zingt vanuit het hart. En daar heb ik me in ieder geval heel goed geluisterd naar hoe hij muziek beleeft. Nou, ik heb bij de kerst in Heerlen heb ik een optreden van u mogen zien. En de helft van de zaal was aan het huilen. Tja. Ja, dat is onvoorstelbaar. Op dit moment, wat er gebeurt, ik heb het nooit kunnen geloven. Laat ik zo zeggen, iedereen zei wel tegen me van, ik moet huilen of ik krijg er kippenvel van. En dan dacht ik van, ja, het zou wel. Nou, ik heb daar even met mensen gesproken en ze zeiden van... Het raakt je zo erg, de stem en de passie waar deze man mee zingt. Ja. Kun je dat zelf terugvinden? Nou, ik geloof het nu, zal ik zo zeggen. Dat had ik in het begin niet. Ik weet nu, sommige zangers of zangeressen hebben iets in hun stem waardoor je mensen kunt raken. En ik geloof dat ik dat ook heb. En daar ben ik super trots op. En ik heb zangles.
Maar één ding heb ik in ieder geval ook gezegd tegen die zangpedagogen. Van, dat wil ik in ieder geval houden. Ik wil niet gaan klinken als een of andere zoveelste operazanger. Mm-hmm. Maar laat mij mezelf maar zijn. En dat laten klinken zoals ik nu klink. Ja, liever een fout omdat het toch aankomt, neem ik aan. Ja. Het gevoel moet aankomen. Ja, absoluut. Ja. Je kunt beter, veel beter, dus u geeft ook aan, je kunt veel beter op gevoel zingen ja. dan dat je de noten precies kunt. Nou ja, ik bedoel, als je zingen wil, dan moet je, dat is punt 1. Je moet je muziek kennen. Ja, oké. Okay. Daar begint het mee. Het mag maar wel. Op het moment dat je het heel goed beheerst, dan ga je boven die muziek staan. En dan kun je daar iets in gaan leggen. En dan krijg je, dan krijg je dit soort reacties. De combinatie tussen Guido's Orchestra en u, dat klikte meteen? Ja, dat is zoals Christian al zei straks. We hebben elkaar ontmoet de eerste keer in Maastricht op het Prevenement. En daarvoor had ik het nog nooit ontmoet. En ik win het programma op 10 september. En de eerste sms'je wat ik kreeg was van Guido. Ja. En die had het telefoonnummer van de burgemeester van Schinveld gekregen. Okay. En eigenlijk toen is alles in zo'n stroomversnelling gegaan. Dat ik op 2 oktober met de platenfirma bij elkaar zat. Ik was uitgenodigd voor een optreden in Hotel van Oranje in Noordwijk. En Guido was uitgenodigd als gast. En toevallig komen we bij elkaar en hij zegt, zal ik je helpen? En die is dus bij me gaan zitten aan tafel en heeft de hele deal, voor die platendeal, voor zo'n jaren, heeft hij uitonderhandeld. En ook nog op een manier dat ik er geld aan kon verdienen. Ook nog, want kijk. De meesten die hebben dat dus niet, die net winnen en net beginnen. Want daar betaal je gewoon zelf voor. Mm. Maar bij mij was dus niet het geval. En, hoeveel cd's zijn verkocht? 20.000. 20.000, want ik weet niet precies, kon het op internet ook niet vinden. Het is een gouden album, hè? Ja. Vanaf wanneer is een album goud? 15.000. 15.000 is het goud? Ja, klassieke muziek. Ah, dat is ook weer een verschil. Dus tussen popmuziek en klassieke muziek zit daar wel verschil in. Ja, als je er 20.000 verkoopt, klassiek, en ik noem het zelf een beetje semi-klassiek, dan doe je het goed. U hebt met Guido's Orchestra samengewerkt, als ik me niet vergis. En dat was leuk, zoals u zelf zegt, maar heeft u nog potentie om met een andere artiest samen te werken, een Nederlandse artiest? Of? Nou, ik verheug me enorm op dat ik het komend jaar 5 concerten met het LSO ga doen. Limburg Symfonieorkest. En de nieuwjaarsconcerten. Staan dat vind die ik nog? Ook weer een stap, ja zeker. Oh, toch nog? Ja. Oh. Ook weer een stap in de volgende richting eigenlijk. Gewoon om erin lekker muzikaal bezig te blijven. Nou, waarom dat ik het vraag, het LSO? Want ik heb ze heel slecht in de krant zien staan dat ze geen subsidie meer kregen van... Nou, men speelt de fusie. Tussen het Brabants orkest en het LSO. En ook het LSO zal inderdaad de straat op moeten gaan. En een aantal belangrijke keyplayers in Limburg aan zich weten te binden. Van de grotere bedrijven, van APG, DSM, et cetera. Om net als in Amsterdam ook wat meer van de particulieren en bedrijven te krijgen. Want het culturele potje raakt wel met en met op. En we zullen toch langzaam meer de Amerikaanse manier op moeten gaan. Als je in New York bent, dan zie je, laat ik zeggen... genoeg instellingen en muzikale instellingen die door allerlei Amerikanen worden gesponsord. En daar gaat het in Nederland ook wel wat harder mee naartoe. Dat we daar toch wat meer beroep zullen moeten doen op bedrijven en vermogende particulieren. Oké. Okay. Ja, als ik dan kijk naar de optredens, wat staat er dit jaar geboekt? Een stuk of 25 heb ik er al op staan dit jaar. En Sittard weer dat jaar, hè? Sittard, grote openaar. Super. Is het afgelopen jaar het succes geweest van 2011. Misschien Park City Live? Pingpop? Wie weet, hè. Pingpop? Martin Hurkens op Pingpop, het lijkt me... Of misschien is musical... Met Bruce Springsteen samen. Bruce Springsteen, ja. Maar is musicals niks voor u dan met Henk Poort? Ja, Ernst Daniel Smit en Henk Poort. Ja, dat zou wel lachen zijn. Iedereen noemt mij operazanger. En ik vind zelf dat ik gewoon de mooie liedjes uit alle opera's bij elkaar zoek en die zing. Ik zing alleen maar de dingen die ik leuk vind. Maar musical, zou dat niks voor u zijn? Nee. Niet? Omdat je dat toch wel heel veel hoort. Zo'n Ernst Daniel Smit is ook bekend geworden met opera. Ja. Een Puccini opera in Palermo. Ja, dat staat gezondheid. Ook, ja, dat staat er nog op. Ja. Daar in ieder geval ben afgelopen september in Sicilië geweest. Heb daar wat interessante players leren kennen. En ben toen ook naar een Puccini opera geweest. En dat is, laat ik zeggen, een van de top 10 theaters in de wereld. Teatro Massimo.
ook gebruikt in de film The Godfather deel 3, waar Al Pacino zijn dochter verliest op de trappen. Maar dat is inderdaad een operagebouw en een ambiance. Ik heb ook tegen Martin gezegd, als dat lukt, als hij daar inderdaad kan optreden bij de Sicilianen zelf, nou, dat is, ja, bravo. Okay. Ik heb uw naam ingetoetst op Google. En de tweede link die je krijgt, de eerste link is uw eigen site, martinhurkens.nl. De tweede link is hoe staat het er precies? De kopie van Paul Potts. Ja. Oh. Ja, daar had ik toch wel zoiets van, okay. Daarom ook de vraag van, vat u dat op als een belediging? Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Ik heb het toen gezien, ook met Paul Potts, het programma. Geweldig. En ik vond het ook geweldig. Ik ben zelf niet helemaal gecharmeerd van zijn stem, dat ik zo zeggen. Okay. Maar uiteindelijk, als je heel eerlijk bent en ik ga gewoon naar van wat er gebeurd is in het programma, ja. Noem maar op, is die hele format Paul Potts, ja. De Nederlandse Paul Potts. Mm-hmm. Ja, dat zo stond het, de Nederlandse Paul Potts. Dat is aangegrepen bij het programma om mij in ieder geval niet tegen te werken. Nee. Dus het heeft mij in ieder geval geen winder eigenlijk. Absoluut niet. Dus ik heb er alleen maar voordelen aan gehad. Nee, de gunfactor was bij u heel erg hoog. Dat absoluut. Ben ik gewoon heel eerlijk. De audities, wat hebben jullie daar gezongen? Nessun Dorma. Nessun Dorma? Ja. Ik heb een idee. Jee. Ik heb weer zo'n ingeving. Pas maar op. Nee, dat zeg ik niet. Zou u voor deze zaal en voor ons Nessun Dorma willen zingen? Ongeoefend. Willen we hem horen zingen? Ja! Goed. Christian Peterman, bedankt dat u hier aanwezig was. Ja. Leuk. En ik hoop dat de gemeente Heerlen ook u heel veel steun in de rug biedt. Voor het volgend jaar, met eventuele nieuwe politieke partijen of ik weet niet wat. Maar heel veel succes. Dames en heren, Martin Hurkens. En Christian Peterman. Yeah.
je het vandaan, joh? Uit de ga zitten. Waar haal je het vandaan? Wat een energie komt daar eruit. Mag ik vragen hoe oud je bent? Dat mag. Ja? Maar ik krijg geen antwoord. Nee, maar wat is 60. Ja, niet normaal. En dan nog zo'n kracht. Ja. Dan heb je gewoon een nieuw leven, ben je gewoon een nieuw leven begonnen eigenlijk. Ja, absoluut. Absoluut. Maar je straalt als ik je zie op dat podium. Ja, ja, want je voelt het ook. Je voelt het ook gewoon echt wat je zingt, hè? Ja, maar ze voelt het voor mij ook als ik daar sta. Ja, de kracht zit gewoon. Maar de 60 is de nieuwe 30, dus dat komt. Ja, wou ik net zeggen. Hey boy, we gaan ook iemand uitnodigen van de band. Want ik vind de band ook wel heel apart, hoor. Ja, ik vond ze heel erg goed spelen. Ja, ze hebben de instrumenten allemaal helemaal omgepakt. Hè. Ik wil graag Bram aan tafel hebben zitten. Brammetje, kom erbij. Oh, de drummer. De drummer. Ja, Bram. Ja. Dat is nogal wat, hè, joh. Ja. Je komt niet elke dag Maarten in Hurkens tegen, hè? Nou, niet elke dag. Nee, wel vaak. Maar... Je komt hem wel vaak tegen. Ja, dat is dan... ik niet. Ik vind het een grote eer dat ik hier bij je mag zitten. Dat vind ik ook. En jij mag zelfs naast hem zitten. Ja. Wat drinken? Nee, dankjewel. Niks? Maarten nog wat drinken? Nee, ik wacht even, dankjewel. Jij wacht ook nog even. Geboren. In 2005 zijn jullie geboren, als band zijnde. Er is één wissel geweest van de wacht. Dat is de bassist alleen geweest. Ja. Waar ligt de kracht van noise dat jullie, want je heel veel krijgt in bands, dat toch op een gegeven moment is het op. En dan gaan mensen toch weg en krijg je ruzie en ik weet niet wat allemaal, behalve noise. Noise heeft dat niet. Nee, dat hebben wij inderdaad niet. Wij zijn de band Noise zijn we begonnen uit verschillende bands waar we allemaal gespeeld hebben. Mm-hmm. En we beginnen met gezegd, we willen nog één keer een goede band beginnen uit plezier eigenlijk. En we hebben dus heel bewust een muziekkeuze ook gemaakt. En daar staan we allemaal achter. En het is gewoon een ontiegelijk leuke band. We hebben altijd plezier. Ja, we denken ook wel eens als we ergens heen moeten van... moeten we weer en dan moeten we ver rijden of wat dan ook. Maar op het moment dat we de auto instappen is het altijd leuk. Het is nog nooit mot geweest of wat dan ook. Niks, helemaal niks. Nee. Jullie spelen op grote evenementen, feesttenten. Is er ooit een feest van jullie geweest wat jullie nooit meer zullen vergeten? Ja, ik denk wel feest en een optreden wat we in Tilburg hebben gegeven, 013. Dat was gewoon gigantisch te gek. Effenaar was ook te gek. Dat het iets heel anders is dan wat je normaal doet. Ja, ik woon in de buurt van Bekkerveld. Bekkerveld Festival. Dat vinden wij wel altijd het hoogtepunt van het jaar. Omdat we er ook wel een aantal jaren achter elkaar zijn teruggevraagd. Dat is natuurlijk ook een eer. En omdat we daar zelf ook altijd proberen net iets groter uit te pakken. Dus we proberen, we spelen wel onze gewone muziek, maar in overleg met het geluid en techniek, licht, proberen we toch wel meer te doen. Park City Live iets voor jullie? Ja, dat zou te gek zijn. Waar willen jullie nog staan met de band? Wat is jullie favoriete podium? Park City Live? Park City toch wel. Ja, weet je, het probleem een beetje is, je bent een coverband. En als coverband zijn, dan zul je niet op dat soort evenementen komen te staan. Mm-hmm. En, Park City Live heeft wel een coverband, hoor. Ja, maar... Vorig jaar heeft daar... help me even... Ja, de corona's. Maar corona's, De corona's, die geeft er een hele eigen draai. Die hebben een concept bedacht, wat uniek is in de wereld. Daar hebben ze ook patent op aangevraagd. Mm-hmm. Dat werkt ook. En je moet iets anders uit de hoek komen... dan een coverband normaal gesproken is. Dus je moet je heel goed kunnen onderscheiden. Nou, proberen we dat wel heel erg. Bij zo'n band als de corona zit er gewoon compleet iets anders nog achter. Dat is zo gigantisch groots opgezet. Ik vind de corona's, en als ik dan vandaag jullie bekijk, want ik was toevallig bij Park City Live met het optreden van de corona's. Nou, daar zit niet veel verschil tussen qua... Nee, ik denk muzikaal ook niet. Het acteren wat ze erbij doen en de filmpjes die ze erdoor spelen, dat is wel leuk. Maar... Ja. Kijk, we hebben wel zoiets van hele bewuste muziekkeuze die we maken. En dat is ook eigenlijk wel de volgende stap waar we heen zouden willen, is toch eigen werk. Onze toetsenist schrijft gigantisch veel eigen werk, heeft hele goede dingen liggen. Maar het toetsenist komt... maken jullie muziek? Of die... Ja, onze toetsenist doet heel veel. Onze toetsenist doet heel veel de intro's. Als we Bekkerveld spelen, dan zal hij altijd proberen om daar meer uit te halen. Tot te zeggen, ik ga een stukje intro, zelfs met beeldmateriaal erbij. Okay. Dat maak ik, dat is heel erg bedreven. Is het niet moeilijker om met eigen werk groter te worden dan met covers? Natuurlijk. Ja, ik heb vroeger in de band gezeten met eigen werk. En daar speelden we wel voorprogramma van Golden Earring en van Gotcha. Dat bestaat er niet meer. Mm-hmm. Maar daar is zoveel en dat is zo'n klein publiek. Dat merk je ook in zo'n zaal als Oefenbunk bijvoorbeeld, waar heel vaak
hele goede band staan met eigen werk. Maar die het gewoon, ja, daar is zo'n massa aanbod in. En wij hebben ook als coverband gekozen van, nou, we gaan niet het bruiloftcircuit in, we gaan niet het kroegencircuit in. We willen echt de grotere podia staan. Okay. Wij kiezen er ook bewust voor om er twee kroegen in Nederland, of ja, in het zuiden dan te doen. Dat is Woodstock. Daar repeteren we ook. En dat de Stappers in Sittard. En voor de rest, ja, is dat... Maar ze schieten er wel als paddenstoelen uit de grond, de coverbands. Hè? Ik bedoel, je hebt, je hebt Network, je hebt... Ik weet niet hoe ze allemaal wel niet heten hier uit Limburg. Ja. We hebben laatst, vorige programma hebben we de drummer van Volumia hier gehad. Ja, Robin. Robin Zalm. Ja. Die zit zelf in Network. Ja. Ja, ook een coverband. Ook hartstikke goed. Nee, zeker. Absoluut. Maar hoe maak je dan beslissing als... Maar dat zie je ook bij Robin. Robin is een hele goede bekende van mij. Ja, oké. Okay. En daar zie je toch dat op een gegeven moment het verhaal met Volumia misschien dan op is. Hè? Dat is ook duidelijk toen al geweest. En Robin is een waanzinnig goede drummer. Maar is toch moeilijk om daar helemaal van rond te komen, dat met eigen werk te doen. Hè? En dan is zo'n band als Network een hele aangename aanvulling, want ze spelen gigantisch veel. Wij kiezen bijvoorbeeld als Noise ook er niet voor, en het ligt dan ook voor een deel aan mij, ik heb nog een eigen bedrijf, om niet drie keer in de week te spelen. Hè, wij zeggen gewoon drie keer in de maand, dat is eigenlijk hetgeen wat we halen. Maar zouden jullie meer kunnen spelen? Zouden veel meer kunnen spelen, ja. Ja. Dus je hebt het maar ik denk ook dat het daar ook wel leuk blijft. Hè? Voor ons is het nooit moeten. Wij moeten nooit spelen, wij willen spelen. Nee, maar er komt dus ook nooit problemen van. Ik bedoel, stel je voor dat de zangeres nu wel op Pinkpop zou willen spelen en jij niet. En dan? Wie beslist dat dan? Ik denk dat geen probleem is. Ja, oké, dat is een heel... Ja, oké, maar... Nee, we zullen altijd als er een en of dat nou Pinkpop is of Beckerveld of wat dan ook, zullen we eigenlijk altijd alles in werk stellen om toch daar te staan dan. Kijk, dit is wat anders als het structureel iedere maand 8 keer spelen is. Dan krijg je op een gegeven moment niet meer gebolwerkt. Nee, dat klopt. Iedereen heeft ook een drukke baan. Een thuissituatie met kinderen. Maar als jullie zoveel kunnen spelen, dan kun je er toch van gaan leven. Net zoals Martin. Nee. Niet? Dat is niet te doen. Ik heb gehoord dat je bij Holland's Got Talent, dat je daar wel... ja. Daar kan je wat mee doen. Ja, maar dan moet je kunnen zingen. Dat kan ik niet. Ja, maar... Nee, dat is als coverband heel moeilijk. Coverband zul je echt... dan moet je alles gaan pakken. Dan moet je bruiloften gaan pakken, bedrijfsfeestjes. En dat willen we niet. We willen onszelf niet kapot spelen. Ja. En dat is ook, nogmaals, dat is de kracht ook van ons. Dat we daardoor altijd met plezier op het podium staan. Dan krijgen ook de jongens van Network bijvoorbeeld, die kennen we allemaal goed. Mm-hmm. Die komen vaker kijken en zeggen gewoon, ja, het is zo waanzinnig leuk om jullie te zien. De energie. Hè? En dat spat er gewoon vanaf. Mm-hmm. Hè? En dat willen we ook heel graag erin houden. Want we hebben allemaal jaren in andere coverbands gespeeld. Ik heb met de toetsenist samen 10 jaar in een andere coverband gespeeld. En dat was gewoon helemaal op een gegeven moment. En dat wil niet zeggen dat je elkaar de koppen insloeg, maar het was gewoon het was weg. Dat is er niet meer. Ja, de passie was weg en hebben we gezegd, nou, we stoppen. En daar was dat ook de vorige bassist trouwens bij. En de vorige bassist, die hebben op een gegeven moment gezegd, ja jongens, met spelen wordt me te veel. En die is geluidsman geworden bij Network. Oké. Okay. Dus het is een hele kleine wereld. Over dingen die jullie nog graag willen. Met wie zouden jullie dan nog het podium willen delen? Wie willen jullie nog mee spelen? Ja, dus als coverband is het gewoon heel erg moeilijk om natuurlijk met iemand te spelen. Maar Martin zou zeer aangenaam zijn. Ik zou het wel leuk vinden om dat aantal... Kijk, je ziet dat wel ook wat hij dan met Guido's Orchestra doet. Mm-hmm. Dat je toch samenpakt. Alleen de raapvakken moeten natuurlijk ook een beetje... Dat is met Guido's Orchestra natuurlijk heel duidelijk in klik. Ja. Mm-hmm. Bij ons is het heel moeilijk om artiesten te pakken. Maar ik zou het wel leuk vinden om met er hoeven niet zozeer zangers of zo te zijn, maar ook muzikanten onderling. Ik zou het heel erg leuk vinden met andere bands... Gewoon wat ze ook een keer hebben gedaan bij, heeft Martin nog gestaan, Limburgs, wat was dat? All-Stars? Ja, All-Stars. All-Stars ja. Limburgs. Met van allerlei goede bands uit Limburg. Van de ene was het de drummer, van Guido's Orchestra zat de percussionist er bijvoorbeeld. Okay. Oh, leuk. De Stereo zat de toetsenist daar. En van alles wat. Rone Hezen kwam er tussendoor, Heide Roosjes kwam er tussendoor. Zo'n mix, dat zou ik wel leuk vinden. En dat zou ook best wel een leuke mix zijn om dat met coverbands bijvoorbeeld te doen. Maar misschien... Landelijke halve finale van Dutch Battle of Coverbands 2012. Ja. Misschien kunnen we het Park City Live iets samen doen.
Dat zou wel helemaal geweldig zijn. Dit is een open sollicitatie. Ja, dank u wel. Misschien kunnen we Christian Peterman inschakelen. Die zat hier net. Ja. Die heeft wat lijntjes lopen bij Park City Live. Daar hebben we daar iets apart van. Ja. Ik weet niet of dat eventueel, maar dat moeten we dadelijk eens even achter de schermen mee praten. Paparotti en Friends. Ja. De landelijke halve finale van Dutch Battle of Coffee Times 2012. Ja. Ik heb de site bekeken en ik kom er geen wijs uit. Ja. Waar staan jullie op dit moment en hoe, want ik zie dat er voor dit jaar nog steeds audities zijn en... Nee, is eigenlijk wel voor de volgende, dus eigenlijk ja, je moet het een beetje zien als een programma wat doorloopt. 2011 is het begonnen, 2012 krijg je de finale, maar voor 2012 willen ze weer voorrondes hebben voor 2013. Okay. Dus die voorrondes die lopen nou, dus dat loopt een beetje niet helemaal helder op de site. Niet, ja, oké. Okay. Ja, ja, vond ik ook. Was me wel duidelijk. Ja, ja. Ik wist ook niet hoe ik op jullie stemmen moest. Dat krijg ik ook niet echt helemaal. Ja, ja, dan moet je eerst dat aanmelden op hun site. Oké, okay, ja, dat was me dus niet duidelijk. Een beetje tricky. Ja, oké. Okay. Maar hoe is het ermee? Ja, we hebben een Venlo gestaan op perron 55. Daar waren de finales van Limburg. Ja. Ja, en om me aan te geven hoe graag we willen spelen. Ik was op dat moment op vakantie en ik ben vanuit mijn vakantie de rest erheen gereden om te spelen. Ik ben s'avonds al teruggereden. Maar daar zijn we dus als beste band van Limburg uitgekomen, samen met een andere band. En van daaruit wordt dan een landelijke halve finale gedaan. Okay. En die is nou in Raamdonk Sfeer, als ik het goed heb. En okay. Ja, daar moeten we echt... Aan ons zal het niet liggen. Maar aan wie ligt dat dan? Nee, dus ik moet wel zeggen dat de concurrentie nou wel heel erg sterk is het worden. Ook de band waarmee we nou door zijn, daar hebben we gewoon van genoten. En dat is ook wel de kracht van ons, denk ik. Het leuke is, wij doen als een competitie mee, niet omdat we de beste willen zijn, absoluut niet. Maar we weten dat we niet foutloos spelen of maakt niet uit wat. Hè? Maar het gaat ons erom dat je dan op een andere manier in de picture komt. Andere zalen ben het spelen. Hele leuke grote zalen ben het spelen. He, zoals, je komt toch weer in een zaal als de Effenaar misschien. Of Paradiso, het Paard van Troje. Dat soort zalen. Waar je normaal als coverband niet komt. Want je kunt niet als coverband in Den Haag gaan spelen. En daar 2000 kaarten verkopen. Want niemand kent je daar. Nou, ik weet wel dat ik heb echt genoten van jullie optreden. Ja, geweldig. Ja. Serieus waar. Een hele leuke band. Maar ik zoek eigenlijk een nummer... Wat een beetje, ik ga gewoon roepen, Black Eyed Peas. Ja, dat hebben wij bewust een aantal nummers van gespeeld. Ook in het verleden al de andere hits van de Black Eyed Peas. Ja. En, ja, maar dat nummer, dat Where is the Love? Nee, dat andere. I Got a Feeling. I've got a feeling, dat vind ik echt ook voor het publiek. Dan kunnen ze lekker hier uit een dak gaan. Zou je dat voor ons... Handen. Kan dat? Kunnen we voor jou ook nog doen misschien. Kijk, nou, hey, wat wil je nog meer? Nou, hey jongens, zal ik dan gaan wij afkondigen. Jij loopt naar de bandleden toe. Hey, bedankt voor hier aanwezig te zijn, dames en heren. Bram! Wij danken iedereen die hier bij dit programma achter de schermen heeft gewerkt. Cast, crew, publiek, bands, iedereen die meegewerkt heeft. En natuurlijk de Oefenbunker. En voor vandaag bedanken wij natuurlijk Martin Hurkens, Christian Peterman en de geweldige band Noise. Yeah. Come on. The world is saying, if
never be so strong. Why the pieces of love that don't belong? They say dropping bombs, chemical gas is filling lungs of little ones. With all going suffering, ask the youth I love. So ask yourself, is the lover really got you? I can ask myself, really what is going on in this world that we live in? Yeah. People keep on killing it. Thinking wrong is hanging on. Opinions of them villainous, not respecting each other. Deny it, our brother. What is going on, but the reason's undercover. The truth is kept secret. You sweat a little wrong. You never know peace. You never know love. Where's the love, y'all? I don't know. Cause where's the truth, y'all? Well, I don't know. Where's the love, y'all? People killing, people dying, children hurt and eating and crying. And you practice what you preach, but you turn the other cheek. Father, 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 help us. Send some guidance from above. People got me questioning. Everybody, where is the love? Where is the love? Where is the love? Where is the love? The love, the love. Where is the love? Where is the love? Where is the love? The love, the love. Okay, people, let me hear you. All right, Freddie, bring it on. This is how we're gonna do this. Dat wordt een feestje vandaag. I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. I got a feeling. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. Okay, gaan we spring it up. Tonight, tonight, let's live it up. I got my body, let's live it up. Go out and smash it, like oh my god. Jump up that sofa, just pick it up. I know that we'll ever fall. Get down and go out and just lose it all. I feel look at her dancing, just take it up. Let's paint the town, we'll shut it down. Let's burn the roof, and then we do it again. Let's do it, let's do it, let's do it. Let's do it, let's do it, let's do it. Let's live it up and do it, and do it. And do it, do it, do it. Let's do it, let's do it, let's do it. I gotta be there. Tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. Got a feeling. Ooh. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. Okay, Mr. Howard, spring it over to Lowe. 1, 2, 3, 4. Here we come, here we go. We gotta rock, 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 rock. Easy come, easy go. Now we on top, 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 top. Feel the shock, body rock. Rock it, don't stop, 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 stop. Running round, up and down, around the clock. Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday. Friday, Saturday, Saturday and Sunday. Get with us. You know what we say, say. Party every day, party every day. And I'm feeling. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. I gotta feel it. Dankjewel.